De afschaffing van de slavernij wordt vandaag gevierd. Gisteren werd in het Nijmeegse stadhuis al uitgebreid herdacht. Het mag nooit verloren gaan. Men moet weten wat er gebeurd is. En verder in het nieuws. Beuningse kindergemeenteraad komt met bingo-middag voor ouderen. En weg met al die schermen. Deze kinderen spelen letterlijk in de modder. Vandaag, op 1 juli, wordt Kitty Kotti, de afschaffing van de slavernij, landelijk gevierd. Gisteren op 30 juni werd het slavernijverleden herdacht in het stadhuis in Nijmegen. Met sprekers, dans en muziek werd er stilgestaan bij het verleden. Voor onze voormoeders, die nooit de productotten in vrijheid hebben mogen dragen, dragen deze vandaag met trots en symboliseren de vrouw die vrij mag leven. Kunt u eens vertellen, wat wilde u daarmee vertellen? Wat heeft u voorgedragen? Ik heb voorgedragen mijn tijd toen. Zij is naar de tegenwoordige tijd gehaald. Vandaar dat onze kotters ook verschillend zijn. Ik heb herdacht. Ik heb de tot slaafgemaakte heb ik geëerd. En op een gegeven moment waren we vrij verklaard. En toen kwam zij om de hoek kijken. En behalve dat er herdacht wordt, is het ook belangrijk wat hiervan kan worden meegenomen. Naar het heden en de toekomst. Ik hoop dat het vooral iets is dat we in de jaren die gaan komen meer aandacht blijven besteden. Niet alleen aan ons verleden, maar vooral ook wat we daaruit kunnen leren om hedendaagse fenomenen zoals discriminatie en racisme beter te begrijpen. Waar komt het vandaan? Maar ook om het daarmee beter te kunnen aanpakken. En het begint toch altijd met bij elkaar komen en verhalen elkaar vertellen. En dat is eigenlijk wat we vandaag hebben gedaan op deze Nijmeegse Kitty Kotti herdenking. En om te achterhalen welke rol Nijmegen had in het slavernijverleden, doet professor Koen van Galen hier onderzoek naar. Want die rol is groter dan men denkt. Wij denken Nijmegen, kijken we alleen naar de stad, maar Nijmegen is onderdeel van een heel groot netwerk in die tijd en nog steeds in binnen- en buitenland. En daaraan zie je dat slavernij speelt daar een rol in. Als een verdienmodel voor de bestuurders van die tijd, maar ook als een doorwerking vanuit Nijmegen in die gebieden zelf. Wat hier werd besloten, werkte door in Indonesië, in Suriname, in Zuid-Afrika en andere landen. En daarom wordt ook vandaag hierbij stilgestaan. Het is voor mij belangrijk dat het nooit en nooit en nooit vergeten mag worden. Ik word boos als er mensen in de opstand komen van waarom dit, waarom dat. Nee, voor ons is het belangrijk, ook voor jullie 4 en 5 mei, want daar doen wij ook aan mee. Het mag nooit verloren gaan, men moet weten wat er gebeurd is. In Beuningen vond afgelopen vrijdag een bingo-middag plaats voor jong en oud. Naar aanleiding van de 13e Beuningse Kindergemeenteraad vond deze middag plaats in zorgcentrum De Aldesteeg om eenzaamheid tegen te gaan. N37. In het Beuningse zorgcentrum De Aldesteeg werd afgelopen vrijdag fanatiek een potje bingo gespeeld. Met hapjes, drankjes en muziek werd er door jong en oud echt een feestje van gemaakt. Dit initiatief komt dan ook vanuit de Beuningse Kindergemeenteraad, die de taak kreeg om een plan te maken om eenzaamheid in de gemeente tegen te gaan. Nou, we hebben elk jaar kindergemeenteraad en die krijgen altijd een onderwerp mee. En dit keer was het eenzaamheid. Hoe kunnen we zorgen dat mensen minder eenzaam worden? Nou, dat is ook jong en oud elkaar laten ontmoeten. En wat is zo mooi, jong en oud kunnen van elkaar leren, maar het idee kwam echt vanuit de kinderen zelf. Hoe kunnen we de eenzaamheid verminderen? En dachten ze, nou, een bingo-middag, hè? In de Aldersteeg en met elkaar bingoen en lekker wat eten en het zo gezellig maken met elkaar. Volgens burgemeester Bergman is en blijft het belangrijk om dit soort initiatieven te organiseren in de gemeente. Nou, wij zeggen altijd Beuningen we maken samen. En dit is natuurlijk een eenmalig initiatief in die zin, maar we hebben echt heel veel, dat noemen we ook zorg voor elkaar. We hebben heel veel dagbestedingen en heel veel ontmoetingsplekken en ook alle dorpshuizen waar we juist hopen dat alle generaties elkaar ontmoeten. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet je soms wel even mee helpen. Maar ik denk dat zeker in deze samenleving belangrijk is om die verbinding te houden. Na de opening van de burgemeester kon het spel echt van start. Met al gauw de eerste bingo. Ik zag net, u heeft een prijs gepakt. Ja, ik heb een prijsje, ja. Een rijtje. En wat is het geworden? Een pak koekjes natuurlijk. Voor bij de koffie? Voor bij de koffie. Hoe vind je het zo met de ouderen samen bingo spelen? Ja, ik vind het echt superleuk om te doen. Ik vind het heel leuk, maar al die schoolkinderen. Heel leuk. Je kan prijzen winnen en
de oudere mensen vinden het ook leuk. Het doel van deze middag was om de eenzaamheid bij ouderen in de gemeente Beuningen tegen te gaan. En dat is goed gelukt, al zeggen ze zelf. Eenzaamheid is eigenlijk heel stom dat dat er is. Maar ik denk dat het zo wel een beetje helpen. Maar die mensen krijgen nu een hele gezellige middag. Hè? Dus, en ze krijgen allemaal hapjes en drankjes. Ik zag al net schalen met appelflap of iets dergelijks rondkomen. Zo. Dus dat is denk ik wel al gehaald. En die kinderen worden ook bewust van het feit, hè, dat ouderen iets meer mogen doen en meer aandacht mogen hebben dan dat misschien soms is. Er gelden geen beperkingen meer voor de pro-Palestina-demonstraties op het terrein van de Radboud Universiteit. Sinds het besluit van burgemeester Bruls op 9 juni om demonstraties alleen toe te staan op de parkeerplaats en zonder overnachting, vonden er geen strafbare feiten meer plaats. Wel heeft de burgemeester dringend verzocht om eventuele nieuwe demonstraties minimaal 48 uur van tevoren te melden, zoals wettelijk verplicht is. Uiteraard blijven strafbare feiten tijdens demonstraties verboden en zal daartegen worden opgetreden. Over Betuwe gaat aan de slag met het verder verminderen van restafval. Afgelopen donderdag ging de raad akkoord met het nieuwe grondstoffenbeleidsplan. Met het plan wil de gemeente er uiteindelijk voor zorgen dat 75% van al het afval meer gescheiden wordt aangeboden. Om dit voor elkaar te krijgen neemt de gemeente vanaf januari een aantal maatregelen. Zo wordt de grijze container nog maar eens in de 4 weken geleegd in plaats van om de week. En daarnaast verdwijnen de ondergrondse containers voor plastic afval en wordt er op milieustraten geen zakken met huisafval meer geaccepteerd. Bazaar Unal speelt komend seizoen bij NEC. De Nijmeegse club betaalt iets meer dan 1 miljoen euro aan de Graafschap voor de 19-jarige Turkse aanvaller, die ook op het verlanglijstje stond van SC Heerenveen. Behalve de transfersom zou er ook een doorverkooppercentage zijn afgesproken met de club uit Doetinchem. De transfer is formeel nog niet helemaal rond. Dinsdag worden de laatste formaliteiten afgerond. Unal moet in Nijmegen ook nog een medische keuring ondergaan. Het is de bedoeling dat hij bij NEC een meerjarig contract tekent. Tijdens Modderdag staat het vrijspelen met water en zand centraal. Hierdoor krijgen kinderen de ruimte om modder te maken, ontdekken en beleven. Het is wetenschappelijk aangetoond dat buitenspelen in de natuur de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert. Met Internationale Modderdag is het doel dat kinderen de noodzakelijke positieve natuurervaringen krijgen. Iets wat op kinderdagverblijf Groei en Bloei altijd centraal staat. Voor kinderdagverblijf Groei en Bloei in Alphen was het niet alleen op 28 juni Internationale Modderdag, maar de hele week vierde het kinderdagverblijf Modderweek. Groei en Bloei is een agrarisch kinderdagverblijf waar kinderen altijd gestimuleerd worden om vies te worden en te ontdekken in de natuur. Maar nu even een dag extra veel, lekker veel met modder. De kinderen worden bewust van de natuur om zich heen. Ze worden blootgesteld aan goede bacteriën, wat ook weer goed is voor hun immuunsysteem. En het daagt enorm uit om samen te spelen, zoals jullie wel zien. En dat samenspelen gebeurt tussen kinderen van allerlei verschillende leeftijden. Je hebt dus bakken en dan moet je dus instappen. De eerste bak is wat schijfjes met water. De tweede bak is gewoon gras. De derde bak is zand met water. De vierde bak is spaghetti met water, gekookte. En de vijfde bak is lichter, want die heeft linnen omgegooid. Al sinds de opening van Groei en Bloei staat kinderen de natuur laten ontdekken centraal. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met natuur, het dier en het welzijn daarvan. Maar vooral echt heel veel vitamines opdoen buiten. Gewoon lekker. Wij zijn ook groot geworden in de natuur. Dat willen wij de kinderen ook meebrengen. De kinderen vermaken zich goed tijdens de verschillende activiteiten. De creativiteit neemt nog meer vorm aan wanneer ze met de modder van het blote voetenpad beginnen te kliederen op een laken. Modder, daar ging me mee schilderen, maar toen heeft ze die helemaal teruggebracht en helemaal omgegooid. Verder organiseert het kinderdagverblijf nog meer thematische activiteiten in de buitenlucht, zodat kinderen kennis kunnen maken met de natuur en het boerenleven. Wij hangen verschillende maandthema's aan, verschillende natuurverschijnselen. Dus zoals langs boerderijen, een kippenboerderij, varkensboerderij. We gaan een keer naar de natuurspeeltuin als uitje met de BSO. We proberen zoveel mogelijk op natuurlijk gebied op pad te gaan met de kinderen. Volgens de kinderen is deze Internationale Modderdag zeer geslaagd. Ja, heel erg. Ik zou elke dag gewoon modderdag willen hebben.
Het is voor veel sportclubs en verenigingen een groot probleem. Genoeg vrijwilligers krijgen. Bij voetbalclub SV Juliana uit Malden hebben ze daar niet zoveel last van. Dat blijkt wel tijdens de jaarlijkse rommelmarkt die de voetbalclub organiseert. Dit jaar hadden ze zelfs een record aantal vrijwilligers die meehielpen. Wat is het geheim van deze voetbalclub uit Malden? De rommelmarkt is geopend. Welkom op het grootste spektakel in de zomer bij Juliana. En daar komen ze. Wat een gezelligheid weer. Zoveel bekende gezichten. Welkom dames en heren. Rustig aan. Genoeg voor iedereen. Rustig aan. Ja, we staan hier bij voetbalclub Juliana. En we hebben voor de 33ste keer onze jaarlijkse rommelmarkt. Ja, een van de grootste rommelmarkten van de regio Nijmegen. Elke sportclub en vereniging kampt met een tekort aan vrijwilligers. Toch lukt het voetbalclub Juliana in Malden om genoeg vrijwilligers op de been te krijgen voor de rommelmarkt. Ja, dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Elk jaar vragen we ons weer af hoeveel vrijwilligers kunnen we krijgen. En nou, van jong tot oud hebben we mensen die zich aanmelden vanuit de jeugdteams. Maar ook mensen die klaar zijn met werken en hier kunnen opbouwen. Dus we hebben toch weer tussen de 150 en 200 vrijwilligers die hier aan meehelpen. Vandaag hier lopen er 142 rond. Waarom ben jij een van de vrijwilligers van de rommelmarkt? Meerdere redenen. Ten eerste omdat het natuurlijk een heel mooi initiatief is wat we als club kunnen doen. Puur op basis van vrijwilligers. En wat uiteindelijk een prachtig bedrag oplevert ieder jaar voor de jeugdafdeling. En ik heb hier twee kinderen voetballen in de jeugdafdeling. Dus ik draag graag mijn steentje bij. Iedereen kampt, elke club kampt met een tekort aan vrijwilligers. Hoe kan het dat bij Juliana er nu gewoon 142 staan? Nou, dat heeft er wel mee te maken dat van iedereen in de club zich van bewust is dat, hoe belangrijk het is voor de club. De opbrengst gaat elk jaar naar de jeugd, vooral voor materialen voor de jeugd. Eventueel clinics of evenementen die we organiseren. En teamuitjes, een budget voor teamuitjes wordt daar ook mee gesteld. Dus zeer belangrijk voor de jeugd. Dus het is en leuk en heel nuttig. Is dat dan ook het geheim van Juliana? Ik denk het wel. Ik denk dat Juliana nog echt een ouderwetse dorpsvereniging is, waar mensen komen, ook als ze zelf niet meer actief voetballen. Juist bij dit soort evenementen, en zo organiseren we nog veel meer dingen naast die rommelmarkt. Dat zijn de momenten waarop je ook andere mensen aan je club bindt en ervoor zorgt dat je een mooie groep vrijwilligers overhoudt. Ik heb een hart voor de club, hè. Dus ik vind het hartstikke leuk hier dingen verkopen, mensen helpen. En het is altijd een leuk initiatief. Wat is het mooiste item wat er vandaag staat? Nou, dat vind ik toch wel de piano. We hebben gekke dingen hier gezien, zeilboten. We hebben hartstikke mooie luxe artikelen. Maar de piano die hier onder het scorebord staat, ja, daar kan gewoon net zoals op het Centraal Station lekker op gespeeld worden. Maar hij gaat ook wel zeker over de toonbank. Na een aardige maandag zal de dinsdag helaas vrij nat verlopen. In de vroege ochtend trekt er een regengebied over de regio en daar zijn we in de loop van de middag pas weer vanaf. Tegen de tijd dat de EK-wedstrijd tussen Nederland en Roemenië begint is het in ieder geval wel weer droog en misschien schijnt de zon zelfs even. Erg warm is het morgen alleen niet met een magere 18 graden. De woensdag wordt helemaal om te huilen. Het kwik komt die dag niet verder dan zo'n 15 graden, waarmee de temperatuur van vorige week zelfs gehalveerd is. Het zal ook een wisselvallige dag zijn met een matige wind. De dagen erna wordt het langzaam weer wat beter. Er valt minder regen en de temperatuur komt weer rond of net boven de 20 graden uit. Tot zover het RN7 regionieuws van maandag 1 juli. Kijk voor het laatste nieuws uit jouw buurt op rn7.nl of in de RN7-app. Morgen zijn we er uiteraard weer. Ik zeg graag tot dan.